Hallo, ik ben Justin Luit van de SP. We doen een onderzoekje naar achterstallig onderhoud. Is het goed als we even aan de deur komen? Vaak is al een lekje verf erop gedaan. Het is zeker meer dan 10 keer. Serieus? Ja. Al 10 keer een lekje verf erop gedaan. Als je hier achter kijkt, hier is overal schimmel. Hierboven is allemaal schimmel. Ja, dat is een slechte zaak. Dat moeten ze oplossen. De grootste uitdaging van de SP is om de activistische partij te blijven die we altijd zijn geweest. En nou is de grote vraag natuurlijk, is dat gelukt de afgelopen 2 jaar? We hebben 2 jaar geleden een coalitieakkoord gesloten, maar het overgrote deel van alles wat we hebben afgesproken is inmiddels omgezet in resultaten. En we begonnen aan een vrij unieke uitdaging voor onze partij. Om ook te laten zien in de grootste stad van Nederland dat wij niet alleen in staat zijn om te zeggen dat het beter kan, maar ook te laten zien dat het voor gewone mensen veel beter gaat als wij in het bestuur zitten. Die schijnwerpers die staan vanaf het eerste moment erop. Er zijn krachten die willen dat het mislukt. Dat het vooral bewezen wordt dat de SP niet kan besturen. En er zijn heel veel SP'ers die vooral willen laten zien, we kunnen het wel. En kijk eens, we kunnen wel degelijk wat veranderen.